Dit is Link Media. Mijn naam is Mirjam en we zijn op pad. De afgelopen uren hebben we heel veel geluiden in de lucht gehoord op Voorneputten. En heel veel mensen vroegen zich af wat er aan de hand was. Nou, wij van Link Media zijn natuurlijk ook erg nieuwsgierig en zijn op onderzoek uitgegaan. We hebben overal navraag gedaan, internet afgeplozen en uiteindelijk hebben we ontdekt wat er aan de hand is. We hebben ontdekt dat de vele helikopters die we in de lucht hebben gezien, die enorm veel geluid maakten, afkomstig zijn van het Amerikaanse leger. Afgelopen woensdag zijn 300 legermensen aangekomen op Schiphol. En de boot Endurance is hier in de Botlek aangekomen. En wij staan hier dan nu ook aan de Professor Gerbrandiweg. En we gaan proberen dichter bij de locatie te komen waar vandaan nog vele helikopters gaan vertrekken op weg naar Duitsland. Ja, 61 helikopters vertrekken vanaf deze geheime locatie in de Botlek richting Duitsland. Vier daarvan kunnen aan één stuk door vertrekken of doorvliegen naar Duitsland. En de rest heeft een tussenlanding nodig in Eindhoven op de vliegbasis om even een pitstop te houden, bij te tanken, etc. Nou, op dit moment stijgt er helaas nog niks op. Wat wel zichtbaar is, is dat er een aantal mensen met stoeltjes zitten die nogal fan zijn en hopen dat zij een aantal opstijgingen van de legerhelikopters kunnen zien. Nou, er zijn drie helikopters die vanaf types die vanaf hier vertrekken. Dat is de Chinook, de Black Hawk en de Apache. Hele geweldige helikopters. Ja, op Voorneputten en vooral Spijkenissen en Hekelingen hebben we natuurlijk heel veel al voorbij zien vliegen in colonnes. En wat een herrie maken zij, ongelooflijk. Nou, wat wij inmiddels weten is dat dit havengebied een tijdelijk militair terrein is geworden. De marine is aanwezig, honden zijn het terrein overgegaan vooraf om te controleren op explosieven. En er is ook beveiliging vanaf het water. En in de nacht wordt dit terrein ook bewaakt door de militairen van de landmacht. We kunnen niet te dichtbij komen, want dan worden we opgepakt. Dat willen we natuurlijk niet. Dus ik denk dat we hier moeten stoppen, cameraman Piet. Nou, we zitten hier nog steeds aan de Professor Gerbrandiweg te wachten tot er helikopters gaan opstijgen. Die we stiekem gaan filmen voor jullie kijkers thuis. Nou, ik zit hier aan de Nieuwe Waterweg. Recht tegenover mij hebben we het Likkebardbos in Vlaardingen. Achter mij is dus de geheime locatie waar wij zitten te wachten op die helikopters die opstijgen. Ik krijg inmiddels ook wat nieuws binnen van Defensie. En ik zie dat het de 4e Combat Aviation Brigade is die hier actief is en van wie de spullen allemaal verplaatst gaan worden. Wat ook inmiddels bekend is gemaakt is dat zij 9 maanden in Europa gaan verblijven. Dat zij niet alleen oefeningen gaan doen met andere landen, maar dat zij daar ook zijn vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. En dat het in opdracht is van de NAVO. Nou, dat is allemaal heel interessant. Maar wij willen natuurlijk helikopters gaan zien, dus ik... Ja, het is niet dat ze elke minuut hier opstijgen. Het zijn de 61 die naar Duitsland moeten. Ik weet niet hoe lang we moeten gaan wachten, maar we gaan proberen toch het een en ander op de camera vast te leggen. Maar voorlopig is de lucht nog erg blauw. En ik zie nog geen helikopter. Nou, wij staan hier nog steeds te wachten. We willen helikopters gaan zien. Maar er gebeurt nog even niks. Misschien hebben ze lunchpauze. Wat er aan de hand is, weet ik niet. Maar we gaan nu toch zelf op onderzoek uit, want we willen wat zien natuurlijk en aan jullie laten zien thuis. Dus we gaan even de weg hier die langs het bedrijf loopt, die gaan we eventjes af. Dus dat is het terrein van de buurman van het betreffende bedrijf. En we gaan even die weg over en kijken of we toch ergens tussendoor via een hek of over een hek iets kunnen gaan zien. Want we zijn ontzettend nieuwsgierig. Ja, we zijn aangekomen aan de zijkant van het bedrijf op het parkeerterrein van de buurman. En wij zien hier nog een stukje van het terrein en er komen 2 militairen aangelopen. We gaan even vragen en kijken of we wat van ze los kunnen peuteren, wat informatie. Nou, we zijn weer inmiddels terug bij de plaats waar onze Link Media auto geparkeerd staat. En helaas hebben de jongens, Nederlandse militairen waren trouwens, 2 stuks, hebben geen informatie willen geven. Ondanks dat ik heel lief gelachen heb en wat lippenstift op heb gedaan. Maar helaas, er is niks losgekomen. Het enige wat we
ja, te horen hebben gekregen is dat we maar moeten afwachten. En ik denk dat we niet zo heel lang meer hoeven te wachten, want ik hoor wat geluid op het terrein. De kans is groot dat er nu iets gaat opstijgen. Wij waren net aan de Gerbrandiweg in Rozenburg, waar de helikopters vandaan zijn vertrokken de afgelopen 2 dagen. Maar we wilden natuurlijk ook de boot zien waarmee ze in Nederland zijn aangekomen. Dus wij zijn verder op zoektocht gegaan en zijn aangekomen hier aan de Antarcticaweg in de Europort. Niet het gebied voor de putten, maar wij willen natuurlijk wel iedereen erover vertellen. Dus we zijn even uit ons eigen gebied gegaan. Wij staan hier voor een bedrijf. Daar ligt dus de boot, de Endurance. Een Amerikaanse boot. Een roll-on, roll-off schip. Een enorm schip van 264 meter. En die ligt hier aan de kade. En wij hebben al een aantal lege voertuigen zien staan. Zoals een jeep. En nog wat andere apparaten. Ik weet niet precies wat het allemaal is. Ik weet wel dat ze zandkleurig zijn, dus dat zegt misschien iets over de bestemming. En verder, ja, we mogen het terrein niet op. We willen graag de boot van dichtbij filmen. We gaan zo proberen hier nog wat dichterbij te komen en via de hekken wat shots te maken voor jullie kijkers. Maar ja, eens even afwachten of dat gaat lukken. We gaan nu proberen om wat close-up shots te maken van de lege voertuigen die op de kade al staan en die dus uit de boot gelost zijn. We hebben begrepen dat er 1100 lege voertuigen hier aangekomen zijn vanuit de Verenigde Staten. Ja, hier aan de Antarcticaweg staat het vol met vrachtwagens. En de kans is groot dat die hier staan om die 1100 lege voertuigen af te gaan voeren. En op de parkeerplaats staat al een vrachtwagen klaar met een voertuig. Nou, wij staan hier nu echt aan de ingang van het terrein. En ja, we zien hier ook weer een aantal vrachtwagenachtige voertuigen staan. Ook weer in de bekende zandkleur. Nou, we zijn alle straatjes en wegen rondom het terrein hier afgereden en ingereden. En dit is ja, de beste positie die we hebben kunnen vinden voor jullie om de boot, de Endurance, op de camera te nemen. Nou, we zijn weer terug bij de Link Media Studio op de Halfweg in Spijkenisse. En wat een enerverende dag was het. We hebben ontzettend ons best gedaan om zoveel mogelijk te ontdekken en uit te zoeken. Zo hebben we internet volledig uitgeplozen. We hebben telefoontjes gepleegd. We zijn het havengebied gaan doorkruisen. En we hebben havenarbeiders uitgehoord om zoveel mogelijk informatie los te krijgen. En de locatie te gaan vinden. Nou, wij zijn eigenlijk best wel een beetje trots over wat we bereikt hebben. En wij hopen dat jullie kijkers hebben genoten van de reportage, zoals wij hebben genoten van deze speurtocht.